Gert Kruijs, het is woensdagavond, je speelt een bekerwedstrijd tegen Lienden. Komt dat er erg goed uit? Nou, ik wilde wel heel graag weer spelen, de jongens volgens mij ook. We hebben het erover gehad, hè? Zaterdag hebben we al besproken. En nu nieuwe wedstrijd, aantrekkelijke tegenstander. En we willen heel graag door in de beker. Ik zie dat Kevin Huisman in de basis begint. Betekent dat nu Benny van Noord ontbreekt met een blessure, dat Dennis Hollard in de verdediging start? Ja, dat klopt. We hebben natuurlijk Mark Rutgers en Benny van Noord niet, beide niet. Dennis heeft bewezen, Dennis Hollard, dat hij ook goed achterin kan spelen. En Huisman, Kevin heeft hard gewerkt de laatste tijd, op training ook. En gaat op de positie van Dennis Hollard spelen op het middenveld. In het verleden gebeurde het nog wel eens met bekerwedstrijden dat er wat andere mensen werden opgesteld. Nu heb je alleen Mommen staan in het doel. Maar je kiest voor de rest voor dezelfde basis als zaterdag. Is dat om het ritme erin te krijgen? Ja, want ik vind wel dat we nog veel beter moeten voetballen. En om dat te bewerkstelligen is het ook goed dat je in een goede wedstrijd dan met elkaar kunt spelen. Dus vandaar die keuze om het team min of meer wel intact te laten. Geert Kruijs, veel succes vanavond. Dankjewel. En in de 37e minuut is het 1-0 voor IJsselmeer Vogels door Nabil El Gourari. Thank you.
En in de eerste minuut van de tweede helft is het al gelijk raak voor IJsselmeervogels. Door het doelpunt van Selmo Gurbekovic. In de 54e minuut een wissel, het veld verlaten nummer 8 bij IJsselmeervogels. Selmo Gurbekovic, hij wordt vervangen door nummer 21, Bob Kanjeba. Nabil El Ghorari, wat een curieus moment, het tweede doelpunt van IJsselmeervogels. Wat gebeurde er precies? Ja, ik hoorde ze zeggen Jantje, dus ik dacht 90% dat ze gaan sluiten. Dus ik dacht ik blijf even staan totdat de Bas ging. En toen dat Bas terugging, toepas ging, toen wist ik sta geen bij het spel. En dat was dus een goal. Ja, er werd van de kant van Liene nog wel geprotesteerd. Nee, het was 100% geen bij het spel. Je was belangrijk deze wedstrijd, want bij het doelpunt van Selmo Gurbekovic was je ook betrokken. Vanaf de aftrap kreeg jij de bal en je loerde hem gewoon naar voren. Ja, klopt. Ja, doelpunten zijn mooi meegenomen, maar ik ga altijd voor de winst. Het maakt niet uit wie scoort. Een doelpuntje mee is mooi meegenomen van mij. Je eigen spel vandaag, vond je het beter dan afgelopen zaterdag? Ja, veel beter. Maar het kan nog beter. Dus ik hoop zo te voetballen zaterdag tegen Sneek. Dat we lekker 3 punten meenemen naar huis. Heeft het ermee te maken dat je nog in het ritme en in de speelstijl van IJsselmeervogels moet komen? Vond je namelijk in de tweede helft beter dan de eerste? Ja, ik moet nog een beetje wennen aan het spel van IJsselmeervogels. Ja, en ook aan de spelers om je heen? Ja, de spelers zijn allemaal nieuw voor mij. Iedereen is nieuw voor mij. Ik heb met niemand ooit samen gespeeld. Maar ik probeer mijn best te doen, zo goed mogelijk spelen. Wat is het sterkste punt van Nabil El Ghorari?
Ja, scoren. En is dat ook het punt waar wij als IJsselmeervoorts fans van gaan genieten de komende tijd? Ja, ik dat zeker weten. Ik doe mijn best. Nabil, dankjewel. Ja, graag gedaan. Gert Kruijzen, denk ik een dik verdiende 3-0 overwinning. Daar zul je tevreden over zijn over de uitslag. Ben je ook tevreden over het spel? In fases wel. Eigenlijk net zoals in de voorbereiding. Je ziet wel in fases dat we echt heel goed kunnen voetballen. Maar ook fases dat we heel slordig zijn. En dat blijft me toch wel over verbazen. Maar ik begrijp heus wel dat wel tijd nodig heeft. En ik ben heel blij met de overwinning. Nou, een moeilijk begin. Ik vond een rommelig begin van beide kanten. Harde wedstrijd. Maar toen we eenmaal een beetje gingen voetballen, positiespel gingen spelen, toen ging het wel steeds beter met wel een hoogtepunt 1-0. Dat was een geweldige goal. En daarna meteen de standaard situatie 2-0. Dat was eigenlijk de eerste goede aanval van IJsselmeervoorts in de 28e minuut die gelijk beloond werd met een doelpunt. Nou, volgens mij hebben we daarvoor ook nog wel een kans gehad. Maar inderdaad vond ik het begin erg rommelig. En het was wel een hele goede aanval. En we hebben er wel op gehamerd dat we moesten gaan voetballen, maar we werden in het begin een beetje, het was allemaal zo chaotisch vond ik en er moet meer rust in het spel en die jongens wilden wel soms te graag en hadden we het wel goed onder controle. Ook de tweede helft waarin zij meer druk zetten, maar ja, toen stond je met 3-0 voor, dus dan kun je dat hebben. Ja, en we hebben ook preventief gewisseld. Ja, je haalt de Koebekevoets eruit omdat hij mogelijk het slachtoffer zou worden van de aanval. Weet je, Selmo, volgens mij deed hij het niet expres. Er was een speler van ons geblesseerd. En Selmo wilde de bal hard uitschieten. Ja, en die schoot hem zo de dugout in. Dat is niet slim natuurlijk, moet hij niet doen. Volgens mij deed hij het niet expres. Nee, hij deed het ook niet expres. Maar om de emoties een beetje te bedaren heb ik het maar meteen uitgehaald. En ik heb ook niet gekozen voor Thomas Verheid. Dag Benny. Omdat hij wat last heeft van zijn hamstring. En het was al 3-0, dus vandaar de keus voor Bobby Kanjeba. Gelukkig met die keus, jawel hè. De keuze voor Bobby? Ja, Bobby werkt keihard en hij was er een paar keer dichtbij. De jongen valt niks op aan te merken. Maar Verheid heeft dat ook. Verheid is ook een jongen die er echt voor gaat. En we hebben nog niet de echte Thomas gezien, omdat hij met wat lichte blessures kampt. Plus het feit dat ik ook Ahmed Aoui eruit gehaald heb. Vanwege het feit dat hij ook nog niet helemaal krachtig is met zijn conditie. Dus die heeft een uur gespeeld. Ja, die liet toch wel een paar keer zien wat hij allemaal kan. Ja, maar hij moet veel sterker worden. Is ook logisch. Je hebt tijd niet gespeeld, kwakkel voorbereiding gehad. Dus hier word je sterk van. En prima. En ik moet ook een groot compliment maken aan de verdediging. Gino, hè. Gino heeft keihard gewerkt om in de voorbereiding en hij mocht de bekerwedstrijd keeper. Heeft hij goed gedaan. Dus beide doelmannen zeer tevreden. Gert, dankjewel. Graag gedaan.